Life and Cooking is op zoek naar de beste tips voor een groene morfose. Want hoe groen is jouw huis eigenlijk? En dan heb ik het natuurlijk niet over groene planten, maar over hoe milieubewust je eigenlijk bent. In Utrecht vragen we het aan Dianne. Hallo Dianne, mogen we de groencheck bij je gaan doen? Kom lekker naar binnen. Nou, dat is aardig, dankjewel. Even naar de tv. Heel goed, die stond uit en dus niet standby. De verwarming staat niet te hoog. Ja, prima. En het oud papier, hoe is daarmee? Ah, dat wordt netjes verzameld. Nou, ik ben eigenlijk best wel groen, want ik zorg er met een aantal kleine, eenvoudige dingen voor dat ik toch een bijdrage lever aan het milieu. Nou, kom maar door hoor met tip 1. Als je bijvoorbeeld een spaghetti wil koken en daarnaast een salade met eieren, kun je de spaghetti in de pan doen en een pannetje met eieren opzetten. Maar wat je ook kan doen, is gewoon de eitjes samen met de spaghetti koken. Dat is weer beter voor het milieu. Tip 2. Ik heb ervoor gekozen om een toilet te nemen waar twee standen op zitten. Hier kan je water mee besparen. Maar mocht je dit nou niet hebben, dan is het ook een mogelijkheid. Een baksteen? Deze kun je in het reservoir leggen, dan stroomt hij wat eerder vol en bespaar je ook water. Ach, je moet er maar op komen. Tip 3. Zorg ervoor dat de vaatwasser altijd goed vol zit voordat je hem aanzet. Zo is dat. Niet voor twee vorkjes al de machine aandoen. En met het milieubewuste blokje erbij wordt het milieu nog minder belast. Als er een eco-stand op je vaatwasser zit, dan kun je die natuurlijk gebruiken. Anders kun je ervoor kiezen om op 50 graden te wassen, want dan wordt de vaat ook goed schoon. Dankjewel voor de tips, Dianne. We gaan snel door naar de volgende voordeur. En wie woont hier? Hallo, ik ben Hanneke. Hallo Hanneke, wil je nog wat kwijt? En ik hou van groen. Ach, wat een toeval. Nou, ook hier maar eventjes de snelle groencheck doen. Het begint al goed. De telefoonlader is na het laden uit het stopcontact gehaald. En Hanneke heeft op de planning staan om spaarlampen te kopen. Ik ben heel groen. Door mijn vaders groene hart heb ik vanaf jongs af aan al geleerd milieubewust te leven zonder dat je luxe inlevert. Tip 1 van Hanneke. Kies seizoensgroenten. Hartstikke goedkoop, heel lekker en ze hoeven niet uit Kenia overgevlogen te worden. Door met Hanneke's handige groentip nummer 2. Heb je lekker gegeten? Gooi je restjes dan in de groenbak. Je hoeft het bordje niet meer af te spoelen. Zo de vaatwasser in, wordt het net zo schoon. Kijk, dat afspoelen, dat moeten we dus vergeten, want die vaatwasser moeten we het niet te makkelijk maken natuurlijk. Die staat zijn mannetje wel. Tip 3. Vaker met z'n tweeën douchen. Scheelt een hele hoop water. Nou ja. En het is ook nog eens veel gezelliger. Hè? Wat een pikante televisie. Het is tijd om ze alleen te laten. Dag meiden, jullie zijn lekker groen bezig. Tot ziens.